Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. En het is echt zo vroeg dat mijn ogen gewoon echt gewoon branden. Ik heb echt op bijna morgen. We zijn onderweg naar een afspraak. En dat is het eigenlijk een beetje. Vandaag afspraakdag. Ja. Doe je ogen op pijn? Mijn ogen branden. Gisteren had ik het trouwens over de Ted Bundy film, maar die heb ik ze helemaal nog niet afgekeken. Dus ik kan mijn mening er niet op geven. Wat was dit? Ja, ik heb het niet afgekeken. Ik heb eerst een kwartier gekeken, toen viel ik bijna in slaap. Ja. En Nesb ging herslapen. En toen ging de film zo gaan kijken, toen ben ik zo in slaap gevallen. Je bent op de bank geslapen? Ja, zo echt zo half, zeg maar. Nou, niet eens zo lekker. En toen is Nesb weer wakker geworden om te gaan eten. En toen ben ik wakker geworden door hem. En toen ben ik toen naar mijn bed gegaan. Toen werd Nesb boos op mij. Omdat hij dus dacht dat ik de hele tijd gewoon wakker was gebleven. En naar bed ben gegaan toen hij wakker was om te gaan eten. Dus. Wat lekker. Maar wat wel leuk is om te vertellen. Dat is dat ik dus morgen ga beginnen met vasten. En dat ik dus vannacht alvast zeg maar ga eten. Dat ik het morgen kan volhouden. Ik moet van Nessim heel veel drinken vandaag. Waar ik echt heel veel moeite mee heb. Want ik ben echt zo'n slechte waterdrinker. Dat moet ik vandaag even echt goed doen. Ik was aan het klagen dat ik al geen ruimte geef om vlogs om te praten. Nou, let's go! Nee, ik wil niks meer. Prime time! Nee. Live! Je bent nu live, kom op. En wat meer moeite doen, Jelle. Niks, ik wil je gewoon succes wensen met dat allemaal. Dat was het! Succes. Even, maar wij zijn net thuis. Even kijken, wat is de planning? Ik ga even mijn haar wassen, want die zit voor geen meter. En we gaan even later op de dag nog richting Amsterdam. Kom hier. Ja, ik zei richting Amsterdam, een beetje goed. Ik moet nog even wel ontbijten. En dat is het eigenlijk een beetje. Als ik naar Almere ga, moet ik wel even snel editen. Want ik wil misschien met de Ramadan mijn vlogs eerder online zetten. Dus echt in plaats van 8 uur, misschien 7 uur, 6 uur misschien. Lijkt me een betere optie. Zo, dit is mijn lunch / ontbijt. Een beetje verbrand, want ik heb hem te lang in de oven gedaan. Ik ga stuk. En ik ga lekker water bij drinken. Ik heb even Netflix opgedaan, want ik wil de Ted Bundy film verder kijken. Oh, het ruikt echt zo lekker. En die paprika is heerlijk zacht. Ik heb heerlijk gegeten. Nesb is ondertussen aan het slapen. En ik ga even snel douchen, want ik moet mijn haren wassen. En ik dacht, kunnen mensen goed lekker gaan douchen? Eigenlijk wil ik gewoon even mijn haar snel wassen, want ik heb in de ochtend al gedoucht. Dus ik wil even snel mijn haren gewoon alleen wassen. Maar ik ga gewoon lekker douchen. Ik kom net uit de douche. Ik heb echt heerlijk gedoucht. Zwaar nodig. En ik hoor de werker van Nesim afgaan. Volgens mij moet hij nu wakker worden. We moeten richting Amsterdam. Dus ik ga mezelf even heel snel fixen. Oh, ik heb even snel mijn haren gedaan. Oh, ik ben echt zo blij dat dat is gedaan. Het is altijd zo'n rot werk om te doen. Ik ga nu even snel editen voordat we naar Amsterdam gaan vertrekken. En kijk hoe schattig mijn katjes te slapen. Echt zo lief. Dit is nummer 1. Ik heb altijd het gevoel dat ze weet dat ze gefilmd wordt. Dat ze dan zo gaat bewegen gelijk. Oh, zo'n diepe zucht. Zo'n diepe zucht. Lief hoor. En dit is mijn tweede kat. Hi baby. Dit is een beetje wat ik nu ga doen. Besef, ik kom hier zitten. Deze gaat gewoon gelijk vluchten. Ik zat eerst naast me. Ik heb even koffie gezet. Ik ga even pure chocola eten. Ik heb water erbij gepakt. En ik ga heel snel editen. En Nesim is nog eens aan het slapen. Hij is heel moe. Zo, eindelijk klaar met editen. Ik heb de video al gepland. Dus ik ben klaar mee. Nesim is al weg. Hij is naar Amsterdam toe. En ik blijf gewoon thuis. We hebben even zo afgesproken. Want eigenlijk had hij afspraken daar. En hij wou eerst graag dat ik meeging. Maar ik moest nog even mijn werk afmaken. En dat had ik even liever. Ik nu in mijn eentje. Nu ik hier toch lekker op de bank zit. En al mijn video heb geëdit. Even de film van Ted Bundy ga kijken. Want ik kom er steeds niet aan toe. Elke keer kijk ik 10 minuutjes. En dan stop ik er weer mee. Maar ik wil hem echt heel graag zien.
En daarna ga ik even nadenken wat ik vandaag voor Nessim ga koken. Voor vanavond. Oké. Ik ben dus net wakker. Ik ben gewoon in slaap gevallen. Ik me zo even ga klaarmaken en ik gewoon even richting de zonnebank ga. En even onder de zonnebank ga. Daar heb ik echt gewoon opeens heel veel zin in. Ik ben echt denk ik al half jaar niet onder de zonnebank geweest. Ik ga er sowieso met mijn gezicht niet eronder. Dat weiger ik gewoon te doen op deze leeftijd. Het is gewoon voorbij. Met mijn gezicht ga ik niet onder de zonnebank. Met mijn lichaam wel. En dit gedeelte bij je nek en bij je borsten moet je echt als vrouw heel goed insmeren, jongens. We willen niet vroegtijdig oud worden. Ja, tenminste, ik vind huid heel erg belangrijk. En aan huid zie je meestal hoe oud iemand is. Soms zie je een vrouw die er heel erg jong uitziet. En dan zie je haar handen bijvoorbeeld of haar nek. En dan weet je van, oh oké, nee, die is op een oudere leeftijd. Dus daarom pas ik daar heel erg voor op. Ik vind dat gewoon belangrijk. En ik ben daar pas op gaan letten toen ik voor het eerst zag dat ik zo'n fronsrimpel kreeg. Want ik heel vaak boos kijk. En ja, toen ben ik daar heel erg op gaan letten. Toen ben ik ook vaker een beul gaan dragen, zodat ik niet ging fronsen. En elke 3 maanden botox heb ik ook geen zin in. Heb ik wel eens een keer gehad, maar ik heb geen zin om elke 3 maanden gewoon botox te doen. En het werkt ook super snel uit. Dus ja, dat. Gewoon een beetje opletten, hè, jongens. Ik ben nu bij de zonnebank. Ik ga er even 20 minuutjes onder. Ik heb me echt even heel snel omgekleed. Zet deze combinatie. Ik heb gewoon zwarte laarzen, witte broek, een grijze shirt en een beige jas. Het is maar even bij mij om de hoek is. Zo, ik kom net van zonnebank. Dat was echt heerlijk. Ik had echt precies nodig. En mijn lichaam is echt gelijk gewoon donker. Ik weet niet of je het beeld ziet, maar voor mij is het een hele verschil. Alleen echt het gekke, ik had dus gezichtsbruin uitgedaan. En ik kwam eruit en ik had nog steeds echt een super rood hoofd. Dus dat maakt niet uit of je me aan hebt of niet. Je krijgt toch een rode hoofd. Wat ik nu ga doen is snel even de vaat doen. Ik ga even snel dweilen voordat Nessim komt. En dan ga ik eigenlijk rustig gaan beginnen met koken. En dan ga ik even kijken waar Nessim zin in heeft vandaag. Schoongemaakt. Deze film duurt nog een kwartiertje. Dus ik ga nu een kwartiertje dweilen terwijl ik naar deze film kijk. Gewoon perfecte timing. Zo. Heerlijk dit. Net klaar met dweilen. Even sprayen nu. Ik was net thuis. Hoe laat is het? Het is 8:20. Ja. Dus je komt gewoon net voor het eten hier naar huis. Allah, my sister. I am working, yes. Het is wel heel lekkere warme brood. Wat heb jij meegenomen dan? Warme brood en simit. Maar gewoon normale warme brood? Gewoon normale brood. Gewoon pita. Oh, lekker hoor. Yes. Maar Nessim wou vandaag worstjes eten. Dus die heb ik even eruit gehaald. En doe je hoeveel wil je er eigenlijk? Everything, yes. Nou, hoeveel is het? 3 toch? 3 is goed. Ja, ik heb er nog 3, hè? Nee, dat is goed zo. En we hebben nog kip van gisteren, toch? Ja, kip, groenten. We gaan geen eten verspillen. Ik heb deze gevonden, basmati rijst. Ik had dus rijst gekocht van de Turk. En dat leek bijna op plastic. Die heb ik gisteren weggegooid. Dat was echt heel erg. Maar ik heb deze nog gevonden. Die had ik nog in de kast. Basmati rijst van Picnic. Alle groenten. En we hebben nog soepertjes. En ik ga nog salade voor je maken. Oh man, lekker. Zo, deze ga ik even hierheen. Zo, over 20 minuutjes mag Nessim eten, dus ik ga vast de rijst pakken. Zo, inmiddels bezig met de worstjes. Groenten sokken als klaar. Deze mag niet uit als die later klaar is. Zo, Nessim kijkt voetbal. Mag nu het gewoon eten, Ness? Of niet? Ja, eigenlijk wel. Kijk, hè? Klein tafeltje gemaakt voor Nessim, lekker worstjes. Hij begint met soep, dadel, groenten, salades. Kip van gisteren, verse brood, weer een juice van Juice Express. Deze is zo lekker. En het reinigt je lichaam ook van binnen. Eet smakelijk, schat. Ik heb hier nog rijst. Ik ga dus even een beetje meesnacken, want Nessim vindt dat gezellig. Het is inmiddels 12 uur geweest. Let trouwens niet op mijn rode gezicht. Dat komt door de zonnebank vandaag. Maar het is dus 12 uur geweest. En omdat ik dus morgen voor het eerst ga vasten, moet ik dus nu eigenlijk gewoon heel goed drinken. Tenminste, Nessie dwingt mij, want ik ben echt totaal geen goede drinker. Maar
ik moet echt drinken van als je moet te kunnen volhouden morgen. Je gaat mij dankbaar zijn morgen. Ja. Dus, ik heb deze fles maar gepakt uit de koelkast. En ik ga deze gewoon even rustig aan opdrinken voor het slapen gaan. Ik ga denk ik een beetje fruit eten nog. Moet ik nog iets eten of niet? Hoe werkt het precies? Want jij staat nog op later om te gaan eten. Of moet ik dat niet doen dan? Wat moet je doen? Jij staat nog later in de nacht op om te gaan eten. Oké, ik heb al gegeten. Dus ik ga je gaat niet meer opstaan straks? Zeker wel. Wat is het nou? Maar moet ik ook opstaan om te eten? Of hoeft dat niet? Mag jij wakker blijven of ga je slapen nu? Ik denk wel dat ik liever tot later wakker blijf en dan gewoon in één keer slaap. Dan dat ik slaap en ik dan wakker word. Ik zou tot later wakker blijven. Ja? Sowieso deze fles helemaal opdrinken. Mm. En dan gewoon gezonde dingetjes even eten en dan slapen. Je hoeft niet per se echt heel veel te eten. Je moet jezelf niet helemaal vol slampen. Nee, maar ik zit ook best wel vol. Alleen ik denk misschien fruit of zo. Dan gewoon water dan ben ik klaar. Nootjes of zo. Ja, en de walnoten. Oh, ik weet het wel. Ik maak een beetje avocado of zo voor mezelf. Maar goed. Ik zal het even opzoeken of dat wel goed is. Dat gaan we dus. Wat is goed? Avocado. Gezonde vetten toch? Dat mag toch wel? Ja, weet, misschien maakt het je dorstig overdag toch? Ja. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik kijk heel erg uit naar morgen. Alleen heel erg jammer, want het is mijn eerste dag dat ik dus ga vasten. Oh. Ga je dat nou echt eten? Nee. Want als je dat gaat eten word ik echt boos. Ja, bewaar het morgen. Want ik had vandaag heel erg veel zin in ijs en dat mocht niet van Nessie. Ik heb elke dag. Mm-hmm. Ik heb vandaag een halve chocolade gegeven. Wow, sla mij. Dus morgen ga ik voor het eerst vasten, alleen het is mijn eerste dag. En ja, het leek me eigenlijk gewoon wel leuk als Nessie thuis zou zijn, maar hij is eigenlijk de hele dag weg. En hij komt pas rond 8 uur weg, rond 8 uur terug naar huis. Dus dan ben ik eigenlijk de hele dag alleen, dan moet ik eigenlijk ook het eten een beetje voorbereiden alleen. Probeer deze ook te drinken anders. Dat vind ik jammer. Dan heb je tenminste je vitamines dan binnen gehad. Ik heb liever die rode, of heb je die opgehaald? Ik vind die rode het lekkerst namelijk. Is die nog koel of moet die nog een beetje in de koelkast? Nee, is gewoon koud. Kijk, dit is echt mijn lievelingssapje. En deze gaat me denk ik echt helpen met deze Ramadan. Want ik ga dus elke dag van de Ramadan één sapje drinken. En Nessie doet het ook. Het is van Juice Express. Deze is met appel, wortel, rode biet, broccoli, citroen en peer. Het klinkt allemaal heel erg vies, maar de combinatie is echt gewoon super lekker. Kijk, dit is het merk Juice Express, te vinden op Instagram en dan, ik zou zeggen, bestel dit gewoon. Dan heb je tenminste je groente weg. En volgens mij krijg je met Ramadan ook nog, is er nu een actie en dan krijg je ook elke keer 3 shotjes volgens mij gratis. Sorry, Nessie. Ja, we hebben bestellen en krijg je 3 shotjes. Ja, wij zijn echt heel erg fan van het merk, dus daarom weten we er alles vanaf. Maar in ieder geval, ik ga dit ook even drinken. Ik ga me even voorbereiden voor slapen gaan. En dan ga ik rustig aan naar bed. Ik denk dat ik hier bij de vlog ook meteen ga afsluiten. Want dat is een beetje de planning. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. En ik zie jullie morgen weer. En dan is het de vaste dagje nummer 1. Doei doei. Hebben we gezien hoe rommel wangen zijn door de zonnebank? Mashallah. Besef even gewoon nog steeds het verschil tussen mij en Nessie. Ik ben naar de zonnebank gegaan. Ik ben nog steeds geest naast hem. Hate my life. Hoe zie ik eruit jongens na 2 dagen vasten? Bruin. ik heb het gevoel alsof mijn gezicht echt helemaal kapot is. Ik vind je het wel goed doet hoor. Hij eet ook heel gezond. Meestal met vasten. Dus. Dankjewel allemaal voor de lieve comments. Ik zie ze allemaal. Love you. Je hebt leuke volgers gekregen. Ja, gekregen. Vroeger vond je ze niet leuk. Ja. Nou, zo wat zeg ik nou ja. Ik ga hem nog even in de koelkast laten, maar zo lekker. Ja. Echt. Maar goed, jongens. Doei. Dag.